ben een beetje verdrietig, want ik word opgenomen. Ik moest gaan voor controle vandaag. Ik moest echo maken toch, omdat ik 8 maanden ben. Maar ik ben gaan meten en mijn bloeddruk is very high. Wat ik niet snap, want gisteravond heb ik thuis gemeten en het was normaal. Maar ik weet niet of het komt omdat ik een afstand heb gelopen naar het hospitaal. Maar in elk geval is het hoog en voor alle zekerheid heeft de dochter me laten opnemen. Dus ik ga nu naar huis, ga kleren pakken en ik ga naar het hospitaal. Je stoot me. Hier, daar heb ik de lift. Ik heb de lift. En Nesto stoot me met alle moeite. Ben ik zwaar? Huh? Is het die koffer? Ik weet het. Als ze zegt, het werkt, dan werkt het. Tweede etage, dat is bovenuit. Die lift is vreselijk eng. Wat is het? Ik weet het veel. Ik weet het. Van achteren rollen. Huh? Van achteren. Het is eng hoor. Het is wel eng hoor. We gaan naar boven. What the frick? What the heck? Nee, wat is dat? Dat die hartslag is, ja dan. Oh, hij is ook. Hi guys. Zo, we zijn hier bij Slans. En mijn bloeddruk is hoog. Maar ik zit nu, lig nu voor observatie. Er is baby hartslag en zo. Ik baal. Oh my Good morning. Het is nu 5:30. Ik moest meten. Ik heb nog dit op mijn hand. Ik hoop dat ik naar huis mag gaan. Dat is mooi.
Hello guys, so as you can see, I'm at home. Ik heb een TikTokje gemaakt. Ik heb het ook gepost voor jullie. Ik kijk hier, mijn naald is eruit. En Ben, wat kijk. Maak je wel uit, afzet achter. En nu bees, ik had laatst heeft Nesto een digitaal pakketje gebracht voor een lieve dame Madeline. En ze heeft ook een lieve cadeautje erin gestuurd. Nesto wil het niet openmaken. Ik zeg, als jij thuis vandaag mag je het openmaken. Zo lief. Thank you Madeline van Neep. Oh, dank je. Oh. Alles is goed met baby. Mijn bloeddruk is ook goed nu. Check it. Mooi. Too much. Oh, thank you so much. Je gaat 100% ervan houden. Thank you. Hi guys, so I'm finally home. Ik was 2 dagen opgenomen bij het Slams Hospitaal. Ik was gewoon voor controle gegaan en ik moest echo maken. En de dokter heeft gezien dat mijn bloeddruk hoog was. Dus hij zei van, ik ga je opnemen hoor, voor een paar dagen. En dat was woensdag. Ik dacht van, oh my god. Why is dat ding is? Kijk, mensen hebben me sowieso adviezen gegeven van, drink niet te veel bijvoorbeeld cola. Ik dronk ook echt niet veel. Oké. Ik dronk wel aan mijn jokken. En de laatste tijd had ik ook krabboe. En in ieder geval, ik had veel dingen die echt hoge bloeddruk kon veroorzaken. En ik stond er niet bij stil, omdat dit is mijn eerste zwangerschap. Ik ga gewoon eerlijk met je zijn. Ik dacht dat mijn body het kon handelen, dus ik luisterde niet echt. Maar de truth is, jij kent je lichaam, maar je lichaam vormt nu een ander persoontje, je baby. En die gaat nieuwe dingen in je lichaam opwekken, no? Of zoiets. Ik probeer het zo simpel mogelijk uit te leggen. En als je last hebt van hoge bloeddruk, kan het complicaties veroorzaken bij de bevalling voor zowel jij als moeder en je baby. En behalve dat kan het ook blijvende problemen kan het ook een blijvende probleem veroorzaken voor je nieren en je longen. Dus daarom is het heel belangrijk dat je rekening houdt en met je hoge bloeddruk, met je bloeddruk als je zwanger bent. En daarmee had ik geen rekening gehouden. Ik dacht altijd van, ik heb er nooit last van gehad. Waarom zou ik er nu last van hebben? Dus ik ga gewoon eten wat ik wil. En blijkbaar is dat niet zo. Dus vanaf nu, ik ben nu 33 weken, tot de dag van bevalling ga ik geen zout, minder zout dan, geen cola, gewoon water en heel veel rusten. Dus het was een eye-opener voor me. Ik wil sowieso geen complicaties bij de geboorte. Ik wil dat alles goed gaat met mijn baby en ook met mezelf. Dus het gaat een uitdaging zijn, maar ik ga volhouden voor mijn kindje en voor mezelf. En ja, ik ben blij dat jullie me bijstaan en dat ik ben heel erg dankbaar voor de beterschap wensen. En voor alle adviezen, ook de strenge adviezen, ik neem ik allemaal helemaal mee. En ja, yeah. I'm finally home en hopelijk hoef ik niet meer terug te gaan. Alleen wanneer ik terug ga, hoop ik dan met mijn baby terug te komen naar huis. Yes. Hi guys, so ik heb een bedragje gehad van een lieve supporter van Nederland, mevrouw Sandra. Ik ben het net gaan halen, want ik was opgenomen in het ziekenhuis. Maar heel hartelijk bedankt. Ik waardeer elke, ook al is het gewoon in de vorm van een comment. Sommige mensen sturen gifjes voor me. Sommige sturen een bedragje voor me. Ik waardeer echt alles. En het laat me echt, hoe wil ik zeggen, het geeft me een goed gevoel dat ik doe. Alles wat ik doe, doe ik weet je, met heel mijn hart. En dat wat ik doe, ik kan niet eens in woorden komen. Maar dankjewel mevrouw Sandra van Nederland. Good morning guys, hoe gaat het met jullie? Vandaag is zondag. Ik heb net kwekerroospap ontbeten. Met geen zout en heel weinig suiker. Medicijnen gedronken. Ik heb eivelbrenner gebakken. Nestos gaan werken en ik ga straks naar Saramaka om een digitaal pakketje te brengen voor een digitaal winnaar. Wat gaan jullie vandaag doen? Hello guys, so mijn zwageres heeft soep voor me gemaakt, ook een soep. Vader heeft vis voor me gebakken, zonder zout en warme rijst. Yummy!
tapas and the lad baby gao. Pamay. Mama Bobby? Mhm. Mino sabi. Are you sure? Is it for me? Again, is it for me? Baby, they're going to be selling fast. Ino, ang safro? 100 sticks. Dama, who's going to say so? Hindi, Korea. Is this good? Yeah. Oh, it's good. Ay, laki. Ayun, eh. Ik heb het niet zo. Anyways, mensen, dat was het voor deze vlog. Ik was sinds. Was allang ontslagen. Mijn moeder heeft ook last van hoge bloed. Dus ze heeft ook medicijn gehad, maar een ander soort medicijn. Mijn medicijnen laten mijn bloed ook wel echt laag blijven. En ik moet afblijven van zout. Niet afblijven, maar het moet zoutarm. Liefst water drinken. Niet liefst, is beter als je water drinkt. Zuster Rima zegt, zolang je die 2 liter water drinkt, kan je alles drinken wat je wil. Maar liever geen cola. Cola is wel een boosdoener omdat het heeft stoffen, heeft zijn zuster maar uitgelegd. We naderen het einde, nog een maand en een half denk ik hoor. Uitgerekend is het een maand en een half, but you never know. Ik had 2 spuitjes op mijn bil gehad, dat is in geval baby vroeg geboren zou worden, dat zou ze al ready zijn. Hoge bloed is niet goed voor zwangere vrouwen, want het kan tot complicaties leiden. En meestal, ja, ik had het al uitgelegd. Dus ja. Dat is het zo een beetje. Het gaat goed. Gisteren ben ik gegaan naar de dokter. Ik was in de ochtend geweest. Ik had buikpijn. Dat komt omdat ik moest poepen. Dus ik moest dan naar de, maar er was geen ochtendpolie. Want ze hebben geen tijd gezet. Dus ik moest in de middag gaan. In de middag is het veel rustiger bij Slans. De dokter zegt bloeddruk is mooi verlaagd. In plaats van 6 tabletten moet ik nu 3 tabletten per dag nemen. En ja, verder gewoon rusten. Minder zout, veel water. Mijn moeder heeft nog steeds last van hoofdpijn en zo. Jullie kunnen haar ook tips geven wat ze moet doen. Ze is wel de hele dag aan de telefoon. Ik denk dat het daaraan ligt. Zo maar hoor. En ja. Ja boy. Gisteren waren we gaan shoppen voor dat meisje met cadeaus. Als je niet financieel stabiel bent, ga geen baby maken. Echt, ik zweer. Ga geen baby maken. Simpele dingen hoor. Dus badoek, navelband, die lotions. Ik heb wel een ding, een autostoel gekocht en het is ook een drager, no? Ga je niet voor je jokken, 6000 SRD. Ik heb wel een cadeau gehad van Danny en Rudy. Dat is die Zwitser pakket, heel lief, thank you. Maar ga geen kinderen maken als je niet stabiel bent, echt, even serieus. Financieel stabiel. Thomas? Nee, het is een dure grap hoor. Ik ben heel dankbaar dat ik bepaalde dingen zoals kleertjes, babybed, speeltjes, bepaalde speeltjes, babybottles en een aantal dingetjes heb gehad als cadeau van hele lieve mensen. Dus daarvoor ben ik echt dankbaar. Ik heb heel veel bespaard. Maar ja, dat was het. Thank you for watching. Like, comment, share, subscribe. You know what to do. Tot de volgende keer. Bye.